Goedemorgen, ik ben wakker. Ik ga even een tour doen door de hotelkamer. Gisteren heb ik daar natuurlijk helemaal geen tijd voor gehad. Dit is dus het College Hotel. Oh, het is hier wel een beetje donker. Het is echt een ontzettend mooi, zo, chic hotel in Amsterdam. Dit is hoe mijn kamer eruit ziet. Kijk, wacht, hier is de deur. Dan heb je hier een bureautje, spiegel. Heb je hier de kast. Sorry, het is wel echt helemaal, zeg maar, geleefd. Badkamer. Heerlijk grote douche. Dan hebben we deze kant op de kamer zelf. Bed, bankje, koffie en televisie. En dan zie je daar het uitzicht Amsterdam. Ik ben uiteindelijk zo laat gaan slapen en ik ben gewoon weer 7:30 uit mezelf wakker geworden. Yay! Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ik geloof dat mijn slaapritme echt veranderd is door de laatste maanden. Ja, eventjes een klein beetje make-up opdoen en dan ga ik naar beneden ontbijten met Cynthia. Zit daar het ontbijt. Eitjes. Goedemorgen. Ik ben heel even bij Cynthia op de kamer. Kijk, dit is haar Burberry jas. Ik pas hem eventjes. Dat is cool. Het is voor mij, ik koop liever dan een tas, ja. Dan een hele luxe jas. Hey, ik sta op de trein te wachten en ik heb echt een joekel van een vuist. Ik kan hem niet eens laten zien, maar ik kan er maar niet vanaf blijven. Ik zit echt, nee, afblijven. En elke keer als ik eraan zit, maak ik hem alleen maar groter. Oké, ik ben onderweg naar Den Haag. We hebben straks een bezichtiging van een huis en tussendoor ga ik ook werken. Ik ben thuis. Simpje gaat al beter, hè? Ja, hij heeft van die druppels gehad dus. En Gregor heeft het aangebracht. En wat zieliger is het ook. Een sensatie, een blaadje op het balkon. Oh, wat spannend. Voor iedereen die vraagt of ze wel eens buiten komen. Dat is natuurlijk gevaarlijk hier. Maar we zijn ook aan het kijken naar een huis met tuin ook. Oh. En ook mijn nies. Ik heb net een video voor Fem opgenomen. Die komt volgende week online. En ja, dan ga ik nu even uitpakken en werken. De laatste tijd ben ik heel erg aan het nadenken over spullen. En weet je, wij hebben gewoon te veel spullen. Sowieso hou ik heel erg van shoppen. En een van de redenen, de laatste maanden of zo, heb ik een beetje zoiets van, ik wil niet meer zoveel spullen hebben. Dan gaat dat heel lastig als je heel veel beautyproducten hebt. En ook constant nieuwe beautyproducten krijgt. Maar ergens probeer ik toch een soort van, ja, misschien is, weet je wel, jullie weten wat ik van de Pinterest Live vind. Dat is, ja, we weten allemaal, prachtige huiskamer. Ondertussen zijn er 80.000 dingen weggeschoven. Maar ergens vind ik dat ook wel heerlijk. Kijk hier, de tafel ligt nu vol met dingetjes. Maar ergens vind ik het juist wel heerlijk om zo min mogelijk spullen te hebben. Dus ik denk dat dat een soort van persoonlijk project voor mezelf gaat worden om steeds meer dingen weg te doen. En een kleine begin is er dat ik nu bijvoorbeeld mijn koffertje aan het uitpakken was. En er lagen wat extra dingetjes in. Dus kleine frommeltjes en dingetjes en zo. En eigenlijk heb ik alles eruit gehaald wat niet mee hoeft in zo'n koffertje. En dat heb ik maar ook gelijk weggedaan. Dus dingen die ik niet per se ga gebruiken voor wat voor reden. Weet je, flyers of zo. Ik heb het gelijk weggedaan. Want ja, dan ligt het weer ergens. Maar ik heb het niet nodig. In principe heb ik alleen dit nodig. Nou ja, een deel is er nu uit. Maar wat ik meeneem als ik mijn koffer ergens mee naartoe neem. En ja, ik weet niet. Ik wil minder spullen hebben. Ja, echt heel bijzonder. Het ging allemaal zo goed. En optredens waren te gek. En ja, het is echt een... Ik ben net klaar met het editen van de zaterdagvideo van de party. En deze is iets korter. Kijk, die is 10 minuten ongeveer. Oh, ik ben helemaal... dit is niet normaal. Tijdens het editen gaat mijn hart gewoon helemaal tekeer. Omdat ik het weer helemaal herbeleef. En ik zat de vlog van vandaag weer te kijken. Die van vrijdag. En ik moet gewoon wel iets verder nemen als ik er naar kijk. Zo erg is het. En ik vind het echt heel bijzonder om te lezen dat jullie mee zenuwachtig worden. En oh jongens, dit is echt... Ik ben zo blij dat ik dit gevlogd heb. Zo blij. Want woorden kunnen niet omschrijven hoe zo'n dag gaat. En ja, ik vind het heel bijzonder dat... Weet je, we hebben een professionele video's door een crew. En dan zie je dat. En oh, feest. En dan zie je het zeg maar van buitenaf. Maar nu heb ik het gevoel dat ik echt de camera goed mee heb genomen onder bom van, weet je, de stress, de nervositeit, alles eromheen, weet je. Oh, het is echt, het is geweldig. Ja, het is echt bizar dit. En jullie comments zijn serieus, echt, die raken me allemaal. Ook mensen die niet bij de party waren, die beelden zien. En, het is echt magisch. Ik ga nu naar Gregor, naar zijn werk. We hebben namelijk een bezichtiging samen bij een huis.
ja, ik weet niet of, hoeveel ik ga filmen precies. Maar ja, Gregor, voor wie het niet weet, Gregor werkt in de makelaardij. Hij doet taxaties en hij weet heel veel van huizen. En ja, het is super handig toen we samen een huis zoeken ook. En we hebben nu ja, dingen op het oog en we gaan nu kijken. En vergeet niet wat Gregor jullie geleerd heeft. Als je een bezichtiging hebt, dan, of gewoon iets met huizen doet, dan wil je niet te rich lijken of zo. Zijn we ook absoluut niet, maar ja. Dus ik zie een beetje, ja, een beetje hobo-ish uit. Daar is Fofje. Hola. En hij heeft dit meegenomen. Fof, wat is dit? Meetapparaat. En wat kan je daarmee meten? De oppervlaktes van een pand. De oppervlaktes? Ja, dat is de meter. Wacht, dus dan hou je dit ervoor en dan zegt hij, dit is zoveel vierkante meter. Hij staat aan. Nu moet je erin kijken. Erin kijken? Ja, doe maar. Nee, bovenin. En dan? Zie je een lasertje? Ja. Zie je het? Nee, je ziet geen lasertje. Oh. Kijk, zie je nu zo'n lasertje? En dan mik je ergens op. Oh, en dan zegt hij hoeveel meter het is. Ja, alleen, ik kan het nu niet zien. Oh, 13 meter. Je moet op on drukken. Ja. Toch? Oké. Okay. Zo, als ik het nou zo doe. 0,5 meter. Maar deze is wel heel luxe, er zit ook een camera op, dus dan kan je zien waar je op meet. Wil je de camera zien? Maar 13,6 meter, wat? Maar hoe meet hij dit? Oh, door dat lasertje? Kijk, je kunt ook met een camera. En dan? Nou, nu zie je waar hij op meet. Nu zie je het plafond en zo. Wow. Als we nou in de lucht doen? Gaat hij dan zoveel... Nee, dat gaat niet werken, schat. Error. Oké, de auto voor ons. Error, too much space. 13 meter staan wij achter die. Het is weer tijd... Oh, Fofje is thuis. Hola. Het is weer tijd voor iets wat hij niet zo leuk vindt. Medicine. Hij heeft dit gehad. Ik wil wel elke keer aan snuffelen. Ja, maar totdat het in zo gaat. Het heet Auremitin. Het heet Zin Medicine. Kom, Fofje samen. Kom, Zin samen. Oh, dan krijg je daarna je verjaardag cadeautje. Yeah! Yeah! Oké, wacht. Oh, lang zie je Siem. Cadeautje! Siem is net 1 jaar oud geworden. Maar Nietje, kom je er ook bij? En hij krijgt dit. Hij kwam al aangewacht. Siem, kom. Zoals ik het net voor had. Siem, kijk eens wat je krijgt. Het is voor jou. Siem. Ik haat jullie, papa en mama. Je wilt in mijn ogen gedaan. Ik weet niet wat. Oh, kijk hoe stoer je bent, Siem. Wauw. Moet hij zo of moet hij? Hij moet zo. Ik heb het vrij los gedaan. Oh, hij vindt het niks. Liever, je straks, als je nou straks in één keer naar buiten zou willen, dan... Misschien moet hij zo. Kijk zo. Nee. Niet zo? Nee. Ja. Oh, het staat ook wel heel cool, maar zo zie je het niet. Hij is er in ieder geval niet heel erg mee eens. Nee, maar zo kan hij erbij. Ja. Hey, heb jij nou een bandje om, jongen? Oh, het staat echt heel stuk. Die ziet er nu een beetje uit als een cowboy. Hij is naar achteren. Jee. Yeah. Ik zal hem even afdoen. Nee, hoezo? Laat hem maar wennen, Foef. Waar is die voor mijn nies? Want we hadden er ook een... Oh, wauw, dat ziet er heel stoer uit. Zie. Ja. Oh, je hebt ook zo'n lekkere dikke onderkin, jongen. Oh, zielige oogjes. Hoe super schattig is dit? Wat is goed richting een tent? Burgers in Den Haag. We zijn op bezoek bij Jopie en dit is zijn huis. Is hij helemaal mooi. Dit is echt zo cool. Dit was allemaal minder mooi. Hij heeft helemaal laten stukken en zo. Kijk dit enge gat. Check zijn badkamer. Het is helemaal mooi gemaakt. En dan dit. Dit is dan de douche en dan... We gaan eten bij Burgers. Onze eerste echte burgertent hier in Den Haag. Check de kaart. Dit trok natuurlijk gelijk met een dag.
hoe cool is dit? Je kiest dan bij je burger Go Green, wissel friet met groene salade, Go Tasty friet met knoflookfriet, Go Healthy friet naar zoete aardappelfriet, Go Skinny, wissel de friet en het broodje in voor grote groene salade. Check waar ik per ongeluk onder zit. De diner in Miami, dat is de diner van Miami. Waar zijn er toe geweest? Ik heb daar een chocolademilkshake op, want dat was super stoor. En ik baal dat ik alleen dat heb genomen. Je moet daarheen, als je naar Miami gaat, moet je naar de diner. En we gingen hier per ongeluk onder zitten. En dat is... Wacht, ik moet wat even laten lezen. Kijk, wacht. Kan je zien? Ja, je kunt het op zich wel lezen, maar dan moet je niet te veel bewegen. Okay. Ja, zo. Hij maakte een foto, stuurde die en zei, kijk, de diner. Want we waren daar met Tatjana toen. Die was daar als model mee. Destiny! Chef, deze burger. En kijk, sweet potato fries gewoon uit de oven. Ga ik dat eten? Ik weet het ook niet. In Amerika? We hebben kip. Helemaal expliciet. Medium. Oh, oeps. In Amerika zaten we een keer bij een restaurantje te eten. En toen hadden we een voorgerecht sweet potatoes besteld. En toen kregen we zeg maar een hele schaal. En er zaten hele witte brokken aan. En dat was gewoon letterlijk lard. Het eten is hier te lekker. Koffie, wat vond je? Hey, het is al laat. We hebben allemaal zo'n last van hooikort. Ik heb er ook last van. Zie hem dan ook. En die voelt heel erg. Die is in slaap gevallen. Wel trusten. En ik zie jullie morgen. Doeg. Oké. Zo.